We gaan nu een oefening doen voor de voorste bovenbeenspieren. Deze oefening kan zittend op een stoel. Bij deze oefening moet de deelnemer stevig achter in de stoel zitten en niet helemaal op het puntje. Beide benen hebben een hoek van 90 graden. Let op dat de voeten goed plat op de grond staan. Wellicht komt de deelnemer dan iets los van de rugleuning. Dat geeft niet, dat heet een actieve zit. Het been wordt omhoog gebracht terwijl het been gestrekt wordt. Let hierbij op dat het been niet omhoog zwaait en niet te snel naar beneden gaat. 5, 6, 7, 8. Hartstikke goed. Om de oefening zwaarder te maken, wordt het been boven even vastgehouden. Start met 2 sets van 6 keer. Gaat dit gemakkelijk, dan kun je uitbouwen naar 8 of 10 of 12 keer. En van 2 naar 3 of 4 sets. Komt-ie. Beginnen we met rechts, goed? Ja. Gaat-ie omhoog. En rustig weer terug. 3, 2, 1. En dan is hij er weer. En dan gaat het met links. Hetzelfde idee. 3, 2, 1. En rustig weer terug. Rechts. Dit kan best een pittige oefening zijn. Let goed op dat de oefening rustig wordt uitgevoerd. Merk je dat het te zwaar wordt? Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de armen die gaan meewerken. Doe het dan minder vaak. Aandachtspunten voor deze oefening zijn: zit stevig achter in de stoel, de voeten plat op de grond, been helemaal strekken, been boven houden is zwaarder, langzamer naar beneden gaan is ook zwaarder. Start met 2 sets van 6 keer. Daarna uitbouwen we naar 8, 10 of 12 keer en van 2 naar 3 of 4 sets.